Het Museum Land van Valkenburg, gelegen in het centrum van Valkenburg, toont een collectie oude vuurstenen werktuigen van duizenden jaren geleden. Want reeds toen hebben oerbewoners van deze streek hier in de omgeving vuursteen uit de grond gehaald om deze te kunnen gebruiken voor het vervaardigen van hun gereedschappen. Even buiten het centrum van Valkenburg liggen de archeologische resten van zo'n zogenaamde vuursteenmijn. En daar is goed te zien hoe de toenmalige vuursteenwinning in zijn werk ging. Nou, we staan hier in de Plenkerstraat in Valkenburg bij een verticale kalksteenwand. In de volksmond wordt deze kalksteen mergel genoemd. Deze mergel is gevormd 65 miljoen jaar geleden in een ondiepe krijtzee. Deze mergel, in feite pure kalk, heeft op diverse plaatsen vuursteen opgeleverd. Vuursteen die is ontstaan in die ondiepe krijtzee en die zich hier manifesteert in die mergelwand. Hoe deze harde vuursteen in dat relatief zachte kalksediment zich gevormd heeft, is nog steeds een onopgelost raadsel. We staan hier bij de formatie van Maastricht. In tegenstelling tot een Rijkolt, waar eveneens vuursteenmijnen zijn geëxploiteerd, maar die lagen die horen tot de formatie van Gulpen. Het grote verschil is dat in de formatie van Gulpen de vuursteenlagen heel mooi afgetekend zijn, laag voor laag, boven elkaar. Hier in de Valkenburg, in de Maastrichtse kalksteen, zit de vuursteen heel chaotisch verspreid in het kalksteenpakket. We zien hier een galerij van een vuursteenmijn. Een galerij die ooit is blootgelegd bij het verbreden van deze weg. Oorspronkelijk, en dat moeten we ons even voorstellen, is dit een ondergronds gebeuren geweest. We hebben het dus duidelijk over mijnbouw. Hier recht boven mij, hier recht boven mijn hoofd, bevond zich vroeger in de prehistorie een verticale schacht. Die werd gedolven tot ongeveer dit niveau. En vanaf die verticale schacht is men, en dat kan hier heel goed nog worden waargenomen, heeft men een draaiing gemaakt, horizontaal, om de vuursteenknollen te bereiken die voor hen natuurlijk de grondstof was die gedolven werd. Hier zien we heel treffend het negatief waar vroeger een vuursteenknol heeft ingezeten. Deze vuursteenknol werd verwijderd door die vuursteendelvers en we zien hier nog de negatieve van hun puntige hakken, vuurstenen hakken, die ruimte hebben vrijgemaakt om die klomp vuursteen eruit te halen. We hebben hier te Valkenburg duidelijk te maken met vuursteen mijnbouw. Maar om die mijnbouw te bedrijven heb je natuurlijk schachten nodig om die grondstof, vuursteen in dit geval, te bereiken. Ik sta hier in een gecoupeerde schacht, een originele prehistorische schacht, met hier achter mij de negatieve van de stenen houwelen waarmee deze schacht is uitgediept. Wat we heel duidelijk zien, dat is dat de slagrichting van die houwelen verspringt. En dat had zijn reden, namelijk dat het rendement daardoor werd verhoogd. We noemen dit ook wel een visgraatmotief. Maar dat was dus niet om een mooi werk te leveren, maar het was gewoon een kwestie van zoveel mogelijk kalksteen in een korte tijd te ruimen. Deze schacht gaf dus toegang aan horizontale vuursteenmijntjes of galerijen, waar dus zoveel mogelijk vuursteen uit naar boven werd gehaald. En de overtollige kalksteen, die bleef gewoon zoveel mogelijk onder in die mijntjes, want dat is natuurlijk arbeid die niet verricht hoefde te worden om die kalksteen naar boven te halen. Hoe het bewerken van vuursteen vroeger in zijn werk ging, laten we zien in deze demonstratie.
De hardheid van vuursteen maakte deze zeer geschikt om er prehistorische werktuigen van te maken. Vuursteen is zo hard als staal en zo broos als glas. En dat zijn de bijzondere eigenschappen waardoor deze steen zich betrekkelijk eenvoudig laat bewerken tot allerlei gereedschappen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door er met een ander stuk steen gerichte tikken op te geven. Door de scherpe kanten zo nu en dan iets af te ronden, kunnen de slagen op de steen beter aangestuurd worden. De slagen moeten beheerst in de juiste richting geplaatst worden en daardoor krijgt het werktuig zijn vorm. Van de splinters die van de steen afspringen, kunnen later weer mesjes en schrapers gemaakt worden. Dit is een kernsteen voor de fabricage van klingen. En die werden er afgeslagen met een klopper of klopsteen. En zo werd een kling van een kernsteen verwijderd. En dan was dit het uiteindelijk resultaat dat als basisvorm diende voor de fabricage van messen of in dit geval een boordje. De meeste bijlen die vervaardigd werden, die kregen een nabehandeling op een slijpsteen. We zien hier dus een slijpsteen bestaande uit zandsteen die hol is uitgesleten door het slijpen van vuurstenen bijlen. Als we goed kijken, zien we nog de negatieve van de breedtematen van die bijlen. Het was de bedoeling dat dit holle vlak werd water op aangebracht en door middel van dat water werd dus een wrijvende beweging gemaakt en zo langzaam ging zo'n bijl, kreeg een geslepen zijde. Dit is vrij intensief, want daar doe je minstens een dag over om een bijl van dit formaat op een zandsteen heel mooi glad te krijgen.